vanuit de Goffert, gure Goffert in Nijmegen. Het is fris, het regent, al gaat het nu wat minder hard regenen dan de afgelopen 10, 15 minuten. Maar het veld ligt er zoals altijd eigenlijk uitstekend bij in Nijmegen. Verdonk kruist voor Del langs, vervolgens tekort voor Metzel. Van Roy greep goed in. Hansen dreigend, 16 meter gebied in. Versnelling, Sontje Hansen. Belangrijk bij Jong Oranje, nu ook voor NEC, want hier is het doelpunt. Maar Hens geconstateerd door Hensgens. What's in the name, staat er kort op. En geen protesten bij de Nijmegenaren. Dat doelpunt gaat dus niet door. En daar krijgt hij de bal inderdaad tegen de hand. Koki Ogawa. Schöne. Ruimte aan de rechterkant. Van Roy gezien door Schöne. Van Roy richting Ogawa. En dat schappen van de bal was nuttig. Van Kramer. Goed positie kiezen weer van die Japaner. Roper. En daar staat Metzel. Tot twee keer toe. Tot drie keer toe. Het loopt voor Go Ahead goed af. Reflex van De Lange. De kans voor NEC om de score te openen. Van Roy naar de zijkant. Baas. Baas, geen gekke voorzet. Klein duwtje in de rug van Ogawa. En dat vindt de Hensgens niet voldoende om de bal op de stip te leggen. Hij dacht daar goed voor zijn tegenstander Ogawa. Ja, voor zijn tegenstander duiken wordt eigenlijk helemaal niet gedekt. En dan is Samova. Ja, die zet echt even zijn handen in de rug van Ogawa. En geeft hem gewoon een gooi. Dan doet de scheidsrechter niets. Ogawa, geen buitenspel, kan door. Ogawa met de kans van de eerste helft. Maar slappe inzet van de Japaner. Gepakt door De Lange. Nam hem ook al niet lekker mee, werd de hoek krapper en krapper. Dat was een goede kans. Aanvalsopzet, niets mis mee van NEC. Dit was die kans voor Ogawa. Hij neemt hem niet lekker mee en de bal komt dan wat onder zich te liggen. Wegkans. Metzel. Instinctief weet hij dat de ruimte aan de rechterkant ligt als het om hem heen zo druk is. Hansen. Van Roy en dan de kopbal. Ik had hem net niet genoeg tegen de raad zien knikken, Baas. Van Metzel. Wegdraaien bij Sandler. Achter Willemsson. Dan duikt Oliver. Edwardsen daar nog op. Willemsson. Dus, het gepriegel van de kant van Go Ahead. Maar het levert wel een doelpoging op. Zij het niet al te spectaculaire. Van de linkervoet van Rommens. Weer de lange bal van Sillissen richting Ogawa. Die neemt hem goed aan. Kan de rest bijsluiten. Verdonk is de eerste van de rest. Voorzet van Verdonk. Net wat te scherp voor Baas. Weer die gebaren aan de zijlijn. U ziet het onder in beeld van Rogier Meijer. Richting zijn elftal. Wat verder van de goal verdedigen. Dat is een linkerbal. Dat is een hele linkerbal. Proper. Waarom doet hij het niet zelf? Van die positie. Ogawa besluiteloos. Nu kan het alsnog met de voorzet. Maar moet NEC het uiteindelijk doen met een hoekschop? Proper er kort op. Die kan dan versnellen naar zijn rechterbenen uithalen. Maar kiest voor een balletje breed. Schöne. Dat is goed gedaan door NEC. Dit is een mooie paas. Ogawa. Hansen bij zich.
Oef, Okawa komt daar heel goed weg dat hij zijn tegenstander niet raakt. Anders is het echt de einde wedstrijd voor de Japanner. Met een idiote sliding, veel te laat, kan nooit meer bij de bal. Het is goed dat hij hem niet raakt. Rommeltje. Willemson. Willemson met het schot, zitten ze. Weinig problemen. Er gebeurt heel weinig in beide 16 meter gebieden. Ja, het is mee verdedigen, dat is vaak een slecht idee als aanvallers dat doen. Let op die tackle van Okawa. Ja, de reactie van Rogier Meijer, die weet ook. Contact en het is rood. Schöne. Daar ligt de ruimte bij Van Rooij. Snijdt 16 meter binnen. Van Rooij! Dromen mag, maar jaagt hem ver voor de goal van De Lange langs. Metson, Okawa, door de benen van Rommens, niks aan de hand, zegt de scheidsrechter. Het is nu 4 tegen 4 als Go Ahead opschiet met So. Nuiting zit mis en daar komt ineens de kans voor de Eagles. Kans van het kaliber dat we in de tweede helft eigenlijk nog niet gezien hebben. Rogier Meijer die omhoog wil met zijn ploeg. Het liefst zo snel mogelijk. Van Rooij met het schot aangeraakt en daar gaat hij er nog in. En is de vlag omhoog voor buitenspel. En dat is dan voor de tweede keer dat ze hier teleurgesteld worden. Een andere vraag of het inderdaad buitenspel is. Daar lijkt het wel op. Ogawa. Wel weer op de goede plek. Rommens. Weer richting Willemson. En EC staat met 10. Baten. Lage voorzet en daar de goal voor Go Ahead in de slotfase via ja, wie anders. Want hij doet het altijd als invaller. Zijn vijfde. Silasso met de 0-1 voor Go Ahead Eagles in de 89ste minuut. Een absolute 0-0 wedstrijd die niet zo gaat eindigen. Want So slaat toe kort voor tijd. Er is weer het een en ander op het veld beland. Terug van weg geweest, het gesodemieter. Met bekertjes op het veld. En zo wordt NEC Go Ahead Eagles tijdelijk gestaakt. Ja, we gaan door met de slotfase van de wedstrijd. Wegdraaiende voorzet en gelijk. Zo valt hij binnen. Is het Ros die 1-1 binnenkomt. 40 seconden na de hervatting. De gelijkmaker van de Nijmegenaar. En het doelpunt van Soders weggepoetst. Ros neemt hier revanche door de bal binnen te knikken. Met wat vertraging halen we dus het einde. Met een gelijke stand. En dat is op zich wel wat bij deze wedstrijd past.